Ja, lieve vrienden, zegt meneertje dan. Hij vindt zichzelf nog steeds wat zielig. Ja, af en toe gaat het sprongetje op de bank even verkeerd en is het even piepen. Maar voor de rest mag hij niet klagen. En ik wens jullie allemaal een hartelijk welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corinna en de Beestenboel. Het is vandaag vrijdag de 18e. Het is 7 minuten over 12. Daar zit die dametje. Hallo, meisje. Hey. Ja, het is een moeilijk hè, met ademhalen. Ja. Gaat ook maar nooit niet over. Ouderdom komt met gebreken. Nou, een prinsesje zit weer op deze stoel. Ja. En ik ga mijn water opzetten voor koffie. En ik heb post gekregen. Ja. Van de NS. Eentje op mijn naam. Mevrouw C. Luisterburg de Jong. Maar wat denk je wat? De heer J. Luisterburg de Jong. Moet ik hem doorsturen naar de hemel of zo? Ik weet het niet hoor, maar die luidjes zijn kierewietjes. Zo dan is dan. En mijn programma doet het weer niet. Ook zo lekker. Gaat goed hier. Nou, kijk, weer opnieuw opstarten dus. En dan op een andere manier, want hij wil niet. Hij wil niks. Nou, dan zeg ik opnieuw opstarten. En dan gaat hij weer opnieuw opstarten. Ja, dus maar eventjes geduld hebben. En dan ga ik straks ook even een broodje klaarmaken. Want ik moet nog eten. Ik heb mijn taartenhouder verkocht. Ja, die etalage, weet je wel. Waar je verschillende lagen op kunt zetten. En dan een mooie top erop. Nou, die top krijgen ze niet. Die staat daar in de vitrine. Die gaat absoluut niet weg. Maar dat ding, ja, wat moet ik ermee? Ik ben geen bakker of ik heb geen taartenbakker. Dat is iets niet aan mijn weg gelegen. Nee. Als ik een taart moet hebben, dan haal ik wel een taart in de winkel. Maar ja. Ik weet niet wat hij gekost heeft. Nieuw, weet ik echt niet. Heeft mijn mannetje me nooit verteld. En ja, hij gaat nou weg voor 10 euro. Nou ja, beter wat dan helemaal niks. Toch? Vind ik wel. Dus ja, dat. Ze moeten hem zelf pakken, want dat kan ik kan er niet bij. En het blijft maar triest en rot weer, hè. Ik bedoel, niet te triest qua regen, maar donker en winderig. Er is niks aan, nee. Even mijn wachtwoord, zo. Nou, dan kun je dat weer laden. Maar laat het maar even begaan. Je water gaat koken. Ik heb ook zelfs de kachel aangedaan. Ja, het was beneden koud dat ik vanochtend beneden kwam. En ik denk, weet je wat, ik doe de kachel aan en ik duik er nog lekker even in. Maar ja, ik heb oma Toon en die heeft dus ook op mijn telefoon. Ik doe geen koffie in mijn kopje, wel water, maar geen koffie. Lekker, hè? Ja, gaat goed met mij. En de poot staat niet goed. Zo, eventjes de koffie pakken. Maar ik heb hem op de telefoon ook dus geregeld. En dat heb ik dan ook vanochtend wel gedaan. Ja. Komt allemaal wel goed. Zo. De koffie. Nou, heb ik nou een bakje koffie. Toch? Vind ik ook. Waarom zit je daar nou weer, tarnetje? Die top is zo zielig, hè? Ja. Ze is weer vol. Komt door het weer. Ik denk dat zij astmatisch is. Maar ja, gaat het ook niet meer over? Nee, maar ze doet alles eronder, hè. Ze met de anderen als ze er zin in hebben. Ze dolt nog, ze speelt nog, terwijl ze al ook oud is. En mijn prinses is ouder.
dan zij. En die rode is de jongste. Ja, het is eerst mijn prinsesje die hier zit. Kiekeboe. Die is eerst de oudste. Dan komt zij. Dan komt meneertje Judokus. En dan die rode. Hij is 11 ongeveer, plus minus. Dat we kregen was de pup van een half jaar. Dus ja. Maar oké, lieve vrienden, ik ga weer verder. Ik heb nog een hoop te doen. En ik hoop dat ik, ik moet vlees bakken voor vanavond, ik moet groenten koken voor vanavond. En ik wil er bezig zijn voordat Chrissy dus klaar is. Kijk! Nou weet ik waarom ik eigenlijk mijn pc niet wou. Aha! Nou, dan gaan we eerst dat minimaliseren. Dan kan dat weg en... Dat is AVG was aan het storen. Nou, die is bijgewerkt. Ja, weet ik. Dan kan die in de map schoonmaken. Zo. Of was dat een werkmap? Oh, wat weet ik daarvan. Waar staat dat eigenlijk in? AVG. Laat je niet in de steek. Zie je, dat moet hier al in. Oké, en het andere moet er ook in, dus dan ga ik daar naartoe. En het is die knippen. Kom op, knippen. En dan die map. En dan is het plakken. En dan is die weer. En dan is het knippen. Daar ook plakken. En als het goed is, zit hij daar nou in, hè? Ja, komt allemaal goed. Zo. En nou moet ik mijn programma op zien te starten. Zo. Nee. Ach ja, is ook zo. Dat doet hij wel. Zo. Nou, laten we die zijn werk weer gaan. En dan kan ik ook mijn werk doen. En ik zeg tegen jullie, geniet van jullie dag. Ja, en doe het met een lach. Ja, het zonnetje is er af en toe wel bij, zie ik nou. En ik moet nog een hoop doen, dus ik zeg tot straks maar weer. Doei, doei. Nou, Mohinkje is weer vrolijk bezig. Ja. Hij is weer vrolijk. Nou, en mijn surrogaatjes zijn lekker ook hier, allebei. Zowel Astrid, dag Astrid. Dag, lieve Chrissy. Ja, ik ben er weer blij mee dat ze er zijn. Dus ja, dat komt allemaal wel weer goed. Hartstikke leuk. Hondje die begint steeds verder en verder op te knappen. Dus ja. Komt helemaal goed. Toch en mijn hondje die ligt daar, die krijgt straks eten om 6:30. Zijn bakkie is leeg, dus dat kan weer wat in. Maar we hebben zelf wel te eten. Ja, ik heb snijboontjes, aardappelpuree. Maar ook heb ik een speklapje, koffie en een wijntje. En hoe smaakt het, Astrid? Mooi, nou jullie horen het, lekker. Dus ik zeg, gewoon smakelijk eten, bon appetit. Doei doei. Ja lieve vrienden, en dan is het alweer avond hè. Ja, het is 18:35 en ik ben weer trots op mijn hondje. Ja, die heeft zijn hele bak leeg weten te eten. Nou ja, wij hebben dus ons eten ook al op. Astrid is alweer weg. Chrissy die wou niet mee eten, want die had eten al staan en dat wou ze graag opeten. Dus ja, die is eerder weggegaan. Mijn jurk,
Die moet ik toch nog ruilen. Hij mag nog wel even een maatje groter, dus dan gaan we naar 46 toe. Dan hoop ik natuurlijk dat die er morgen nog is. Ja. Even eventjes ruilen, dat ik zal zo meteen de bon even opzoeken. En dan zullen we het wel weer verder beleven, dat ik zou zeggen. Tot later. Doei, doei. Ja, lieve vrienden, die dame die wil eruit, maar ze mag er niet uit. Nee, we hebben straks, hoe heet dat? Dat lauwlak gedoe hier in Noord-Holland. Dus ja, dat wil ik dus niet hebben dat zij buiten loopt. En meneertje die ligt daar al uitgeteld. En de andere twee die zijn boven. Dus, maar ja, ik hoop dat we vannacht een beetje slapen kunnen. En ik zal eerst mijn telefoon weer draaien. En dan hoop ik dat het allemaal goed gaat, zo. En even zien hoor. We hebben dus luilakken vannacht. Normaal mag het pas vanaf 6 uur beginnen, 's morgens. Maar je hebt de jonge lui die uit de kroegen vandaan komen. Aardig vlokje op. En dan zijn ze dronken en weten niet meer wat ze doen. En dan gaan ze op die manier kattenkwaad uithalen, wat niet meer getolereerd kan worden. Dat we hebben vannacht dus meer blauw op straat. Ja, ook ik heb mijn brievenbus dichtgeplakt. In verband dat ik niet hetzelfde zal krijgen dan ik vorig jaar heb gehad met luilakken. En dat was een heleboel bloem of meel. En boter en eieren. Zowel tegen mijn deur aan buiten, op mijn stoepje helemaal vies smerig. Maar ook door de brievenbus hadden ze het gedumpt. Dat mahalletje lag ook onder. Nou, daar word je niet vrolijk van. Ook hadden ze verderop in het centrum een auto op zijn kant gegooid. Ze hadden weer een andere auto, hadden ze ondergekladderd met verf. Nou, dat wil je toch niet? Hoe haal je het in je hoofd om zoiets te doen? Blijf van al de mans spullen af en hou het leuk, hou het gezellig, ja. Luilakken, dat betekent een ander wakker maken. Ja, en niet dingen gaan vernielen. Hou ermee op. Kom op, zeg. Je bent geen klein kind meer, maar je bent een jong volwassene die uit een kroeg komt. Die een beetje te veel gedronken hebben. Drink dan ook niet te veel, ja. Wees gewoon normaal. Wees lief voor elkaar. En ga geen kattenkwaad herhalen. Niet getolereerd kan worden. Ja. Maar oké. Okay. Ja, mijn poesjebeestje loopt hier weer rond. Dus ik draai er even om. Want het is geen prettig gevoel zo. Zo, nou. Waar ben je? Daar ben je. Hé, meisje? Ja. We gaan afsluiten en ik zeg gewoon welterusten, slaap lekker. Hé, man. En mooie dromen. Ja, jij ook mooie dromen. Ja, jij ook mooie dromen, man. Ga mijn slaapje doen. Ja. Maar oké, en ik zou zeggen... Tot aan de andere kant van de nacht. Doei, doei.